Mijn moeder heeft dat geld niet voor zichzelf opzij gezet. Maar voor mij. Voor mijn toekomst. En daar ben ik erg dankbaar voor. Ze is een goede moeder. En een goede moordenaar. Wat is dat toch een beetje? Dank u, mevrouw Langeveld. Ik wil graag toch ook nog een paar vragen stellen. Jos, wie heeft jou over de erfenis ingelicht? Ludo Sanders. Wanneer heeft hij jou dit verteld? Vlak nadat mijn moeder gearresteerd werd. Hoogst opmerkelijk, toch? Dat de heer Sanders uitgerekend op dat moment met die informatie aankomt. En daarmee jouw moeder in een kwaad daglicht stelt. Klopt het dat de heer Sanders zichzelf destijds het geld van uw vader heeft toegeëigend? Ja. Hij heeft het gestolen. Wat heeft dat met deze zaak te maken? U bent er zelf over begonnen. Ik wil alleen het een en ander duidelijk hebben. Dus de heer Sanders heeft het geld gestolen? Ja. Ik begrijp niet waar u naartoe wilt. Vanaf het moment dat mevrouw Hafkamp in Meerdijk is komen wonen, is er een strijd gaande tussen haar en de heer Sanders. Een strijd die begonnen is met het geld van de vader van juffrouw Langeveld. Ik wist niet dat we al aan de slotpleidooien waren begonnen. Meneer Koch, heeft u nog vragen aan mevrouw Langeveld die geen betrekking hebben op het geld van haar vader? Nee, lachbaar. Goed. Dan schors ik de zitting voor vandaag. We gaan morgenochtend verder. Ze ervan overtuigen dat Sanders wraak wilde nemen op jou. Oh, u ineens weer wel? En hoe wilde je dat doen? Wilde je Ludo opnieuw oproepen als getuige en het hem op de man afvragen? Nee, niet Ludo. Zijn ex, Janine Elschot, misschien wel. Oh, Janine? Zij kan bevestigen dat Sanders jou nog steeds verdenkt van de ontvoering van zijn dochter. Dat doet ze nooit. Dat weet je niet. Er zijn maar weinig dingen waar ik op dit moment zo zeker van ben. Janine zit nog altijd met huid en haar vast aan Ludo Sanders. En ze zal het niet toegeven, maar ze zal nooit tegen hem getuigen. Martine, luister. En daarbij, we staan misschien niet meer als kemphanen tegenover elkaar, maar ze is niet bepaald lid van mijn fanclub. Ze ziet me liever gaan dan komen. Mam, ze wil heus niet dat jij onschuldig de gevangenis in moet. We kunnen toch met haar praten? Het heeft geen zin. Nou, ik zou het toch maar proberen. Alleen via haar kunnen we Ludo's wraakmotief aantonen. Oh. Dus mijn lot ligt in handen van Janine Elschot. Het wordt steeds leuker. Hey. Hey, hoe ging het? Wel goed. Maar Janine, ik moet je iets vragen. En geloof me, dat kost me heel wat moeite. Wat is het? Jij weet dat Ludo nog steeds denkt dat ik Nina ontvoerd heb. En jij weet dat Ludo gezworen heeft dat hij wraak op me zal nemen. Ja, en? Zou je dat tegenover de rechter willen verklaren? Je hoeft alleen maar de waarheid te vertellen. Zodat ze geloven dat Ludo jou de moord op Karel in de schoenen heeft geschoven. Ja, want dat is ook zo. Ik ben onschuldig. Als dat zo is, dan hoef je toch nergens bang voor te zijn. Helaas heeft Ludo ervoor gezorgd dat het lijkt alsof het tegenovergestelde waar is. Ja, ik vind het nogal ver gaan. Wat? Dat ik je vraag om de waarheid te vertellen? Zo moeilijk is dat toch niet? Je hoeft alleen maar te vertellen... Ik weet wat jullie willen dat ik zeg, maar... Dit voelt als emotionele chantage. Janine... Ik ben onschuldig en jij kan ervoor zorgen dat ik niet de gevangenis inga. Maar jij begint over emotionele chantage. Waarom zeg je niet gewoon wat je denkt? Ik heb Karel vermoord en ik hoor achter de tralies. Janine. Alsjeblieft. Lieve schat, het heeft geen enkele zin. Mam. Dag. Zie je morgen. Janine. Ja,
Meneer Sjors een hart onder de riem steken. Ja, ik ben hier voor haar, ja. Tragisch dat zo'n lief meisje zo'n moeder moet hebben. Hoe eerder dat mens wordt opgesloten, hoe beter. Geniet jij hiervan, zo? Nou, ik vind het inderdaad geen onaangenaam vooruitzicht dat ze krijgt wat ze wil doen. We gaan verder met de zitting van het Openbaar Ministerie tegen mevrouw Martine Hafkamp. Meneer Koch, ik heb begrepen dat u een nieuwe getuige wil oproepen. Inderdaad. Mevrouw Janine Elschot. Mevrouw Elschot, klopt het dat u de ex-vrouw bent van Ludo Sanders? Ja, dat klopt. Hoe zou u de relatie tussen de heer Sanders en mevrouw Hafkamp nou het beste kunnen omschrijven? Als heel slecht. Klopt het dat uw dochter Nina Sanders ontvoerd is geweest? Ja. En klopt het dat de heer Sanders mevrouw Hafkamp daar verantwoordelijk voor achtte? En klopt het dat de heer Sanders mevrouw Hafkamp daar nog steeds van verdenkt? Ondanks het feit dat de politie het bewezen achtte dat Louise Duarte achter de ontvoering zat. Heeft de heer Sanders tegenover u gezworen hiervoor wraak te nemen op mevrouw Hafkamp? Mevrouw Elschot, kunt u antwoord geven op de vraag? Het is inderdaad. En nu wil ik het zeggen. Ga staan. Staan! Ik meen dit. Wat je ook van plan bent, doe het niet. Martine, ik ben aan het woord. Alle getuigen zijn gehoord. Dus ik ga nu over tot de uitspraak. Geef de pistool aan mij. Stil! Ik acht Martine Hafkamp schuldig aan de dood van mijn vader. Isabella, ik heb je vader niet vermoord. Ik zweer het je. Martine, geef het toe. Geef het toe! Anders schiet ik je meteen door je kop. Zeg het maar. Zeg het. Isabella, doe eerst dat wapen weg. Nee. Na de uitspraak komt het vonnis, toch, meneer de rechter? Dacht jij dat je wegkwam met de gevangenisstraf? Dacht je dat? Jij verdient de doodstraf! Isa, is er niet... Ik kan jou ook doodschieten. Isabella. Ik heb toch niks meer te verliezen. Ik ben mijn moeder kwijt. Mijn kind. Ik had alleen mijn vader nog. Die heb jij mij afgenomen. En dan ga je voor boete, Martine. Isabella, doe het niet. Moet ik medelijden krijgen? Met haar? Alsjeblieft, ik zal... Moet ik medelijden krijgen met jou? Isabella! Isabella, doe dit niet! Ik ben een vonnis aan het voltrekken. Isabella, je krijgt hier spijt van! Ik heb zo'n spijt dat ik mijn vader niet tegen jou heb kunnen beschermen. Isabella, ik hield van je vader net als jij. Hoe durf je? Denk je mee te bereiken? Blijf staan. Isabella, ik heb je toch wat slimmer ingeschat. Ik waarschuw je, Ludo. Je denkt Martine te straffen, maar je straft alleen jezelf. Je kunt haar nu vermoorden. Wil je dat? Je kunt het niet doen, maar jij gaat de rest van je leven de gevangenis in. Is dat wat je wil? Is dat wat je wil? Wat heeft je leven dan voor zin? Gelijk. Wat heeft mijn leven nog voor zin? Geef de pistool maar aan mij. Mijn leven heeft geen zin meer. Waarom?